Ik ben Marieke Steenbakkers en ik ben in juni gestart met mijn eigen bedrijf als virtual professional. En toen ben ik ook gestart met de training bij Danielle. Voordat ik begon heb ik eigenlijk pas net de keuze gemaakt om te beginnen als virtual professional. En was nog heel erg zoekende van hoe ga ik dit aanpakken en hoe ga ik mijn bedrijf opzetten, hoe ga ik klanten vinden. Door de training te gaan doen, hoopte ik daar wel richtlijnen in te krijgen en wat hulp en te kunnen profiteren eigenlijk van de ervaring van Danielle op dit gebied. Ik heb er heel erg veel aan gehad. Het geeft heel veel praktische handvatten die je meteen kan toepassen bij het opzetten van je eigen bedrijf. Je leert dingen over hoe je financiën, je verdienmodel goed op kan zetten. Een stukje juridische zaken, hoe je het goed moet regelen voor je bedrijf. Maar vooral ook heel veel tips over hoe je dingen aan kan pakken met klanten, je manier van communiceren, hoe je jezelf in de markt kan zetten, hoe je kan kiezen voor doelgroepen of werkzaamheden die jou het beste liggen. Het is een programma propvol informatie en tips en het is heel erg fijn om zo op die manier een goede basis voor mijn bedrijf te kunnen neerleggen. Ja, nu zijn we aan het einde van de training en gaan we weer zelf verder. En dat geeft heel veel vertrouwen dat ik die goede basis heb en dat ik daarop voor kan bouwen. En dat ik met mijn klanten nu goed aan de slag kan. En het is fijn om te weten dat we dan dadelijk ook nog altijd bij Danielle terecht kunnen. En dat we nog een paar keer online samenwerkdagen hebben waarin we elkaar treffen en ook dingen kunnen delen. En vooral ook het samen zijn met een groep en met mensen die door hetzelfde heen gaan, heb je heel erg veel aan en geeft heel veel steun. En je kunt altijd eventjes contact met iemand opnemen als je ergens tegenaan loopt. En het is gewoon fijn om daar samen over te kunnen hebben.